We gaan kijken of we langs een aantal thema's kunnen kijken hoe jullie in de wedstrijd staan. En wat jullie opinies en vooral standpunten zijn. Maar laten we beginnen met ongelijkheid en tweedeling in de samenleving. Jullie willen als SP die ongelijkheid deels aanpakken door het minimumloon te verhogen. En dan het uurloon naar 16 euro. Is dat de oplossing? Onder andere. Nee, dat is absoluut niet dé enige oplossing. De kosten voor mensen moeten omlaag, want die zijn gewoon veel te hoog. Of je nou kijkt naar de energierekening of de huren, de kosten voor boodschappen, vervoer. Eigenlijk gewoon de kosten voor het dagelijks leven. En als je dan ziet dat er zoveel werkende mensen in Nederland zijn die niet rond kunnen komen, die toeslagen nodig hebben. Wij horen dat als we op straat zijn volop. Maar er is ook een commissie geweest. Die heeft daar echt een studie naar gedaan. En daar kwam ook uit. Ja, het sociaal minimum in Nederland, het bestaansminimum, is te laag. Er zijn gewoon honderden euro's tekort voor een hele grote groep mensen die niet rond kunnen komen. En als je dan toch weet dat we zo'n rijk land zijn. Vorige week of zo kwam de quote weer uit. We hebben 51 miljardairs in Nederland. Ik zou niet weten waarom iemand een miljard moet bezitten, maar goed. In Nederland is het zo dat de rijkste 10% bijna 2/3 van het totale vermogen in handen heeft. Er wordt bijna 400 miljard euro is er winst gemaakt vorig jaar door de grote bedrijven. Dat is 1 keer eerder gebeurd in de geschiedenis. Dat was het jaar voor de enorme crisis. Maar er zijn mensen die daar kritiek... Er is zoveel geld, maar het wordt zo oneerlijk verdeeld. Maar er moet dus beter verdeeld worden. Ik begrijp dat dat het standpunt van de SP is. Maar er zijn ook mensen die zeggen, als je dat minimumuurloon verhoogt naar 16 euro, dan worden de prijzen verhoogd. En als die prijzen verhoogd worden, dan heb je nog steeds niks. Want dan kan je nog steeds niet kopen wat je nodig hebt. Ja, nou, dat blijkt heel erg mee te vallen. Ook uit allerlei studies. Onder andere het CPB, waar wij niet per se als SP het meeste fan van zijn. Maar zelfs het CPB zegt, goh, als je het minimumloon met 10% zou verhogen, dan zou dat ongeveer 0,1% prijsstijgingen tot gevolg hebben. Maar het is wat mij betreft fundamenteler. Het gaat erom dat het helemaal scheef groeit. Dat de mensen die hard werken in de hele belangrijke banen, zoals in de thuiszorg of de mensen die de bus rijden, ook niet toevallig volgens mij de sectoren waar vaak ook grote tekorten zijn, maar die wel de samenleving draaien houden. En die hebben er meer bij nodig, dat begrijp ik. Maar als we naar u kijken, meneer Bontebal, CPB, daar zijn ze aan de overkant niet zo fan van. U heeft het verkiezingsprogramma wel laten doorrekenen door het CPB. Maar u zegt eigenlijk niks concreets over een verhoging van dat minimumloon. Waarom is dat? Jawel, maar dan wordt het snel technisch. Wij laten hem ook oplopen, maar dan wat ze dan noemen in het basispad. Dus hij loopt ook naar 16 euro op, maar later dan de SP. Waarom eigenlijk? Ja, kijk, ik deel heel erg de visie dat Nederland in mijn optiek te veel twee gezichten heeft gekregen. Dus ik woon zelf in Rotterdam-Zuid en daar zie je dat met die prachtige woontorens op de Wilhelmina-pier. Fantastisch, penthouse bovenop. Ga je een paar straten verder, dan zie je die armoede wel. Dus ik denk dat we heel erg moeten uitkijken dat die tweedeling niet te groot is. Wij kiezen wel voor een iets ander pakket. Want ik denk dat bestaanszekerheid, daar hebben we het al over, het wordt heel vaak gezegd, heeft veel meer facetten. Wij kiezen er heel erg voor, en dat volgt ook uit het rapport waar Lilian net uit citeert. Wij kiezen echt voor een heel fors gezinspakket. Dus wij denken dat je bestaanszekerheid van met name gezinnen moet versterken. Dus de kinderbijslag omhoog, dat geldt voor alle gezinnen. En het kindgebonden budget, dat zijn vooral de gezinnen met de laagste inkomens. En daarnaast, kijk, er zit ook nog een heel systeem van toeslagen omheen. Van belasting op arbeid. Dus dat is alles wat met geld te maken heeft. En daarnaast gaat het ook nog, heb je toegang tot werk, heb je toegang tot zorg. En heb je, vechten wij ook steeds, heb je toegang tot een sociale gemeenschap die je ook af en toe helpt als je er doorheen zit. Want dat is denk ik ook nog steeds heel belangrijk. Dus bestaanszekerheid is volgens mij veel breder dan alleen verhoog het minimumloon. Maar jullie zeggen het beide. Die loonprijsspiraal, dan daar heb je... Daar hadden we het net even over. Ja, kijk, het is wel zo dat als je hem te fors verhoogt, dan gaat de bakker die nu al hoge energielasten heeft, die moet natuurlijk wel het personeel betalen. Dus dat ga je ook doorgewerkt zien in de prijs. Dus maar wij zijn er wat voorzichtiger. Het lijkt precies andersom te zijn. Hè? Dus niet zozeer, eigenlijk helemaal niet een loonprijsspiraal, maar veel meer een winstprijsspiraal. Want als dat zo zou zijn, dan zou je nu moeten zien dat de lonen enorm stijgen. Er zijn enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Maar dat valt dus reuze mee. Terwijl de winsten zijn echt historisch hoog. Maar u had het net al over de quote. Dat betekent niet dat die mensen die heel veel winst maken zeggen van nou, dat geef ik wel weg aan de mensen die voor mij aan het werk zijn. Dus ik weet niet of dat direct de oplossing is. Maar wat ik me wel afvraag... Maar dat zijn wel politieke keuzes. Maar de lonen zijn omhoog gegaan. Zeker. Maar laten we voordat we het over die politieke keuzes hebben, wat ik me wel afvraag is, de SP is de partij misschien wel bij uitstek die bestaanszekerheid als een van haar beginselen heeft. Hoe kan het dan zijn dat u zo weinig profiteert van dat thema en bijvoorbeeld NSC met Pieter Omtzigt zich daar wel op profileert? Nou, ik ben blij dat u dat vraagt. Want, ja, alsjeblieft. Echt waar. Want dat is dus echt onze opdracht tot aan 22 november. Want Pieter Omtzigt spreekt denk ik terecht woorden over bestaanszekerheid.
Die zorgen delen wij. Maar als ik dan zie dat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld niet het minimumloon wil verhogen, dat Pieter Omtzigt niet bijvoorbeeld die enorme winsten waar ik net over sprak, dat hij echt iets fundamenteels aan die herverdeling wil doen. Nou, toeslagenschandaal. Dat is natuurlijk Pieter Omtzigt met Renske Leijten geweest. Dat willen we oplossen, zo snel als mogelijk. En het is echt een van de grootste schandes van deze tijd, vind ik, dat dat nog steeds voor de getroffen gezinnen niet is opgelost. Dat wil ik echt nog een keer benadrukken. Maar als je het fundamenteel wil oplossen, dan moet je van die toeslagen af. En dan ontkom je er niet aan dat werkende mensen gewoon een loon moeten verdienen waar ze van rond kunnen komen. Anders blijf je dat systeem houden. Dan blijft het pleisters plakken. En dat is de reden waarom ik denk die SP moet groot worden. Want wij zijn de garantie dat er dan echt wat gaat veranderen. We gaan naar het volgende thema. We moeten naar het volgende thema, helaas. Dat is nou jammer. Dat is nou jammer, hè, Raoul? Ja, we gaan uiteindelijk hebben gewoon een saai gesprek. Ja, inhoudelijk gewoon belangrijk. En toch gaan we naar het volgende thema. Gaan naar klimaat. Ik ben het wel met je eens. Ik mag nog één antwoord. We kunnen ook klimaat laten zitten. Er komt een klon, er komt een klon. Draaiboek. Draaiboek. We gaan heel kort, weer klimaat iets in. Ook heel leuk onderwerp. Je kunt ook zeg maar, de belasting op arbeid bijvoorbeeld verlagen. Hè? Dus er zijn meerdere knoppen waar je aan kunt draaien. Maar we moeten dan denk ik als politiek wel een eerlijk verhaal vertellen. De Belastingdienst kan hele grote wijzigingen tot 2027 eigenlijk niet aan. Dus elke politicus die nu belooft dat het hele toeslagsysteem snel kan worden afgeschaft, dat is ook niet eerlijk. Dus we zijn nog heel kort, de komende jaren zijn we aan nog heel veel knoppen, kleine knoppen aan het draaien. Heren, je omdat kan het ook, niet uitvoerbaar is. Dit is een goed punt. Jij bent blij dat je dit hebt gehoord. We moeten echt door naar klimaat, want we hebben onze verslaggever Bart Sterpstra het land ingestuurd. Die gaat bij de kiezers op de koffie. En vandaag was hij in Den Haag. Kijk eens, Jelle. Je bent aan het plakken. Ik ben posters aan het plakken. Plaktivisme. We kennen jij natuurlijk als de klimaatplakker des vaderlands. Ja. Hoe kijk je terug op dat hele gebeuren? Goed, het feit dat je een jaar later nog steeds vraagt hoe ik terugkijk, laat zien dat het impact heeft gehad. En dat is wat we nodig hebben. Waarom vind je het zo belangrijk dat het debat daarover gaat? We hebben alle klimaatactie nodig om deze wereldwijde crisis onder de aandacht te brengen. Er gaan nu al mensen dood. Mensen hebben honger in de Hoorn van Afrika. Mensen verzuipen in Pakistan. Heel Europa stond deze zomer in de fik. En daarom moeten we in actie komen. Blij mee? Nou, het is in ieder geval iets van een boodschap die ergens op slaat. Hoe kijk je naar hoe Den Haag op dit moment met klimaat omgaat? Er zijn eigenlijk geen grote partijen in Den Haag die doen wat nodig is om deze crisis aan te pakken. We moeten gewoon zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Klimaatneutraal in 2050, zoals nu de plannen zijn, dat is een doodstraf voor mensen over de hele wereld. Ja. Klimaat is dus ons volgende onderwerp. Misschien brengt het ons weer terug bij bestaanszekerheid. We weten nooit hoe zo'n gesprek loopt. Uw klimaatbeleid richt zich met name op de vervuilende bedrijven. Hè? U zegt eigenlijk het beter milieu begint niet bij jezelf, dat begint bij Shell. Is dat nog steeds de leus? Absoluut, ja. Absoluut. En je ziet nu dat klimaatbeleid een van de grootste ongelijkmakers misschien wel is in de samenleving. En dat komt omdat mensen heel vaak de kosten moeten dragen. Dus bijvoorbeeld de brandstof die maar duurder wordt. Of er komt een verplichting voor een warmtepomp. Allerlei andere klimaatmaatregelen. Terwijl je ziet dat het de grote bedrijven zijn die met afstand het meeste vervuilen. Dus ja, wij vinden het zou veel effectiever zijn om klimaatverandering tegen te gaan om daar te beginnen. Mm-hmm. Maar het zal ook veel eerlijker zijn, want dan kom ik wel even terug op die grote winsten waar ik net al over sprak, die daar worden gemaakt. Laat die grote bedrijven die winsten inzetten om te verduurzamen. Nu zie je dat daar veel belastinggeld tegenaan wordt gegooid. Helaas ook door het zittende kabinet. Ja, wij zijn daar niet voor. Wij zeggen, zet dat geld in om de rekeningen voor mensen te verlagen. Mm. En zorg ervoor dat het op een eerlijke manier gebeurt. En ook niet op een individuele manier. Maar is het niet ook belangrijk om als politieke partij te zeggen, het is beide belangrijk. Dit klimaat is zoiets groots. Het gaat niet alleen over de bedrijven, ja zeker ook, want het zijn enorme vervuilers. Maar het gaat ook over onze eigen instelling. Ja, maar toch, als je gaat rekenen, er zijn partijen die willen rekeningrijen invoeren bijvoorbeeld. Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar als jouw openbaar vervoer bijvoorbeeld buiten de grote stad niet op orde is, dan is dat helemaal geen alternatief. Dus dan kun je het autorijden voor mensen wel zo duur maken dat ze bijna moeten toeleggen om op het werk te komen. Mm-hmm. En dus niet meer rond kunnen komen. Maar dan is dat niet. Het aan bestaanszekerheid. Als je allemaal maar het ondermijnt ook het draagvlak voor klimaatbeleid. Ja. En dat is een van mijn grootste zorgen. Ik vind dus ook, we
moeten dat collectief doen. Toen we ooit de riolering gingen aanleggen in Nederland, omdat dat goed was voor de volksgezondheid en de hygiëne, toen gingen we ook niet huis voor huis vragen van, goh, wilt u meedoen, meneer Bontebal, aan de riolering en u, meneer Heertje? En nee, u, laat maar zitten. Okay. En als u dan wel mee wilt doen, wilt u dan bij bedrijf A of bij bedrijf B of bij bedrijf C? Dat is hoe we nu klimaatbeleid hebben georganiseerd. Wij zeggen dat zou je veel meer gemeenschappelijk moeten aanpakken. Het collectief isoleren van woningen bijvoorbeeld, dat is ook fijn voor mensen, want dan gaat de energierekening direct voor het klimaat. Ik zag je een beetje knikken, ja, een beetje knikken bij het filmpje. Hè? Van, er zijn geen grote partijen die dit echt aanpakken. Nee, dat is te veel, klinkt te veel als Timmermans. We hebben 1000 dagen niks gedaan. Kijk, er is de afgelopen 2,5 jaar wel heel veel gebeurd. Wat zich ook nog de komende jaren gaat uitbetalen. Kijk, die grote bedrijven, daar wordt heel fors op ingezet. Die moeten, omdat ze een hele hoge CO2-heffing moeten gaan betalen, moeten verduurzamen. Eigenlijk hebben we met het kabinet die bedrijven op een tweesprong gezet. Of je gaat verduurzamen, of je gaat kapot. Eigenlijk is wat er gebeurt, omdat die prijs voor de CO2-uitstoot zo hoog wordt, dat ze wel moeten verduurzamen. De investeringen die we in die bedrijven doen, die zitten allemaal op infrastructuur. Dus je wil een groot waterstofnet in Nederland hebben. Ja, dat is ook collectief. Mm-hmm. En daar gaan dus die subsidies heen. En je bouwt dus eigenlijk een nieuwe infrastructuur die je in de toekomst nodig hebt. Daarnaast, we doen heel veel voor huishoudens. Dus we verplichten de woningcorporaties om voor 2030 alle woningen naar een goed energielabel te brengen. Dat zie je niet in directe subsidies terug. Maar die woningcorporaties die moeten de komende jaren voor meer dan 30 miljard gaan investeren. En dat betekent dus dat mensen met een kleine portemonnee in een tochtige huurwoning straks gewoon een betere huurwoning krijgen met een lagere energierekening. Want ze mogen die huurverhoging ook niet doorrekenen. Dus dat zijn we al aan het doen. Er worden zoveel karikaturen gemaakt over het klimaatbeleid van de afgelopen jaren. Dat vind ik vaak noem niet eens ver. Noem eens één karikatuur. Nou ja, dat grote bedrijven hele potten met geld krijgen en dat de huishoudens niks krijgen, dat is gewoon niet waar. Alleen we kiezen heel precies grote bedrijven. Die moeten ook veel doen. Worden ook wel geholpen als dat nodig ook is. Toch? Eindelijk. Helemaal terecht. Dat had toch allemaal veel eerder moeten gebeuren? Ja, allemaal. Ik ben 2 jaar geleden in de Kamer gekomen en heb toen samen met mijn coalitiepartners een hele ambitieuze paragraaf opgeschreven. Want u vond het CDA in die zin ook niet echt ambitieus genoeg? Ik vond het CDA te weinig ambitieus. Ja. En ik heb zelf heel snel een klimaatvisie geschreven waarin staat dat we met die bedrijven gaan verduurzamen. Het is een cruciaal principieel verschil. Ik wil niet dat de bedrijvigheid over de grens gaat en dat we daarmee de vervuiling naar China verplaatsen. Ik wil een gezonde economie, zodat we in die verduurzaming echt kunnen investeren. Ja. Maar ook de verzorgingsstaat over. Maar is het niet ook zo het feit dat u zo op klimaat bent gaan zitten, dat ook heel veel stemmers van de CDA heeft gekost? Dat mensen naar de BBB zijn gegaan omdat CDA het klimaat ineens op. Ja, maar daar ben ik niet zo mee bezig. Het CDA heeft een uitgangspunten. Dat is goed. Je moet toch mensen hebben die... Als ik de verkiezingsprogramma's lees, dan lees ik allemaal dingen van, oh, dan kunnen we dat groepje ook nog wat aardig zeggen. Ik vind het heel goed dat jij nu in ieder geval iets aan gaat zeggen waarvan een heleboel mensen denken, nou, daar ga ik niet op stemmen. Dat betekent namelijk ook dat er mensen zijn zoals ik die denken, nou, die durft de mensen wat te zeggen. Ja, maar heel vaak is klimaat een links thema geweest. En daar wil ik vanaf. Het is ook een CDA-thema. Alleen ik doe het op een ander moment op een andere manier dan andere politieke partijen aan de linkerkant. Die zijn alleen maar met belasten en toch een vorm van, ja, vind ik, wegpesten van bedrijven. We hebben ook gewoon bedrijven nodig om die klimaatopgave te realiseren. Maar ik ben het heel erg met de SP eens. We kijken dat ook heel sociaal kan. Hè? Dus de mensen die gewoon het einde van de maand niet halen, die gewoon andere zorgen hebben dan ik ga isoleren, die moeten gewoon geholpen worden. En dat doen we met de woningcorporaties. Hoe heeft u dat in uw hoofd? Als laatste vraag. Hoe denkt u dat u dan al die mensen ook daadwerkelijk kunt helpen in die verduurzaming en dat het ze ook niet in de portemonnee treft? Want we hebben het net al over gehad. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema. Zeker. Nou, door het dus samen te doen en niet heel liberaal individueel aan te pakken van, nou, jij moet maar gaan isoleren en jij moet elektrisch gaan rijden en jij moet de warmtepomp en zo dat allemaal. Want dat is wel, dat zou ik nog aan jou willen. Die subsidies, kijk, je krijgt nou een subsidie als je bijvoorbeeld een warmtepomp neemt of als je elektrisch gaat rijden. Maar het is wel degelijk zo dat je natuurlijk wel de centen eerst in de portemonnee moet hebben om überhaupt zoiets te kunnen doen. En dat is wat mij betreft waar het misgaat en waar het onrechtvaardig is en waarom ik vind dat zouden we gezamenlijk moeten doen. Want dan zijn ook de mensen met gewoon de lage en de middeninkomens, die kunnen daar dan ook van profiteren. En niet alleen de mensen die al de centen in de portemonnee hebben om dat te gaan doen. En samen doen zou dat betekenen samen ergens in een coalitie terechtkomen misschien. Nou, dan kan je dingen voor elkaar krijgen. Even stemmen ophalen. Kijk, dat verbaast me wel. Kijk,
bijvoorbeeld zo'n verplichting van zo'n hybride warmtepomp. Daar zijn natuurlijk mensen dan tegen. Maar feitelijk, het feit is dat met zo'n hybride warmtepomp kan je die gasvraag enorm naar beneden brengen. Daar staat een potje subsidie tegenover. En de woningcorporaties worden dus op die manier gedwongen om bij elke ketelvervanging zo'n ding op te hangen. Moet je je voorstellen, dus de woningcorporatie moet dat doen. Moet ook isoleren, moet straks ook dubbel glas. En jij zal er als huurder zitten. Niet allemaal profiteren ze er gelijk van. Maar de komende 6 jaar gaan die huurders dus een betere woning krijgen. Omdat de woningcorporaties verplicht worden. Dat is het beleid van de afgelopen 2,5 jaar. Nu is natuurlijk zo dat mensen die zich dat kunnen permitteren, die komen in aanmerking voor zo'n subsidie. Mm-hmm. Dus die leggen lekker de zonnepanelen op het dak. Of die komen met die warmtepomp. Die hebben daardoor een minder hoge energierekening. Terwijl inderdaad die huurder in die sociale huurwoning, nou, die zit in een doortochtwoning. En daar gaan we wat aan. Mag ik een amendement indienen? Dat amendement moeten we denk ik voor later bewaren. Oh. Voor straks, is een kort amendement. Het is heel kort, want er is een plan, heb ik van mijn adviseusje begrepen. Dat is mijn dochter. Er is ook iemand die zegt, je moet gewoon het verduurzamen. De bedrijven moeten dat gewoon verdisconteren in hun prijs. Dat gebeurt al. En daarmee dwing je ze, ja, maar niet op grote schaal. Nee, maar dus je dwingt ze daardoor. Dus je zet het om in geld. Maar dit gesprek, Roel, Instagram live, want daar moeten we naartoe. Maar ik wil dat mensen op mij gaan stemmen. Want Raoul gaat straks door op Instagram. Ja. Dan kunnen jullie even samen verder praten. Ik heb één laatste vraag, moet jullie kort antwoorden. Wie gaat Lilian Marijnis het meest missen van de mensen die vertrokken zijn? Alleen een naam. De mensen die vertrokken zijn? Ja, er zijn heel veel mensen uit de kamer vertrokken. Denk er vanzelf na. Nou, ik mis Renske nu natuurlijk. Nu dat is mijn maatje in de Kamer. Ja. Dus, maar ze is nog wel volop actief in de SP. Dus, Renske Leijten is dat natuurlijk. Dan ga ik toch Pieter Heerma noemen. Pieter Heerma is een Kamerlid wat zoveel voor de partijen, voor Nederland heeft gedaan. Niet altijd heel graag op televisie was, want hij was daar te bescheiden voor. Maar als er één politicus de afgelopen jaar integer politiek heeft bedreven en mij heel veel heeft geleerd, dan Pieter Heerma. Ik zei alleen de naam, maar dit was ook een hele mooie, mooie reden waarom.